Nou ja, dit is dus de helft van het bronbeeld. Van een cirkel, dit is een wortel. Die heb ik in Frankrijk opgegraven. En dit is van een hele oude boom. En die wortel die komt uit een plek waar een beetje 500 meter hoogte, waar het allemaal graniet. De bodem heel veel graniet is, allemaal van die grote brokken graniet. Daar staan die bomen. En deze boom is zo rond de 80 jaar geleden omgehakt. Die wortel is aan de grond, heeft zijn haarwortels doen afsterven. En toen konden wij hem er dus uithalen. Samen met mijn broer die daar woont. En dit is, we hebben uitgerekend dat deze wortel, de boom, de eikel in de grond ging. Honderden jaren geleden. Omdat de plek waar deze boom groeit, groeit heel langzaam, omdat er, het is in een kloof, dus weinig licht. En dit is het bronbeeld van het Atriske project. Nou, ik ben Tonne Naron. En ik ben inmiddels 70 jaar oud, nog hartstikke jong. En ik ben ruim 20 jaar, 25 jaar bezig geweest als psychotraumatherapeut. Met mensen die heel ernstig getraumatiseerd waren. En ruim een jaar, anderhalf jaar geleden heb ik besloten om dat het tijd was om met mijn praktijk te stoppen en iets te doen wat ik diep in mijn hart wil doen. En dat is het creëren van een beeldengroep waarin ik hoop en nastreef dat mensen in contact komen met het vierdimensionaal bewustzijn. Ja. Dan weet je natuurlijk, wil jij natuurlijk weten wat is vierdimensionaal bewustzijn. Ja, wat is vierdimensionaal bewustzijn? Moet ik even beginnen bij wat is het driedimensionaal bewustzijn? Ja. Kijk, als we kijken naar de huidige wereld, dan zien we dat onze wereld wordt eigenlijk geregeerd vanuit geloof en waardesystemen die heel erg consumptief zijn, die heel erg georiënteerd zijn op macht en op angst. En we zien meer en meer dat op allerlei niveaus we lijken te gaan naar een eindtijd. Omdat we eigenlijk steeds bezig zijn op onze aarde om ons dingen toe te eigenen, om te consumeren of om macht te krijgen over mensen of dingen. En we buiten de aarde uit, we putten onze aarde uit en we zien dat mensen ook steeds meer van elkaar in hun eigen kokon gaan leven. Dus er is steeds maar afscheiding, afscheiding, afscheiding. Terwijl, als we kijken hoe als we dat ontstijgen, dan beseffen we dat we eigenlijk allemaal één zijn. We zijn eigenlijk allemaal mens. We zitten allemaal op één aarde. We zijn allemaal afhankelijk van onze prachtige natuur, van het water, van de lucht, van al het leven wat op aarde is. Dus feitelijk zeg ik altijd, zeg ik, voel ik, dat in essentie zijn we allemaal één. En het vierdimensionaal bewustzijn, dat wil feitelijk mensen in een nieuw bewustzijn brengen. En ik ben er diep van overtuigd dat het proces is wat ik hoop dat we als mensen kunnen gaan doormaken. Dat we in een bewustzijn komen, dat we in een besef zijn dat alles met elkaar is verbonden. Onlosmakelijk, als eenheid. Zodat als we ergens iets nemen, dat we ons ook gelijk bewust zijn wat de effecten zijn en wat we daar tegenover moeten stellen. Zodat al het leven recht van bestaan krijgt. En het vierdimensionaal bewustzijn overstijgt dus ons ego, ons egocentrisch, ons ik-zijn. Ja. Ja? Dat vierdimensionaal bewustzijn is dus cirkelvormig, omdat het steeds, in essentie steeds, het bewustzijn heeft dat alles,
op een of andere manier reactief met elkaar is verbonden. Terwijl we leven in een extreem lineaire samenleving. Mm-hmm. He, dus die zich steeds lineair ontwikkelt. Prachtige ontwikkelingen. Maar helaas nu zijn al die ontwikkelingen die creëren steeds meer nieuwe afscheidingen. En dat maakt ons kapot. Dat draait de hele boel uiteindelijk stuk. En mijn project gaat erom dat ik hoop dat ik met de beeldengroep van 20 beelden mensen in een atmosfeer kan brengen waarbij ze juist beleven, een soort beleving krijgen, hé, ik ben gewoon deel van. En niet de heerser of niet de bezitter. Zie je? Die moet nog helemaal... Nou, er moeten waarschijnlijk de 3 van deze lichtwormen. Nog eens lichtwormen? Zal ik ze lichtwormen noemen? Ja? Oké. In de bron. Nou, dan gaan we dan naar het bronbeeld. 3 weken na de vorige keer. En ik denk waar ik nu nog mee bezig ben, daar ben ik nog 4 dagen mee bezig, is dat klaar? Ja. En dit is nu het bronbeeld. En zo dat blokje schoon in. Zo. Kijk, deze blauwe lijnen hier. Hier is iedereen. Zo. Dit wordt dus. Ja, kun je voorstellen, dit wordt dus. Komt in plaats van de blauwe lijn. Ja. Dus als het ware dat vanuit dit bronbeeld loopt het dan zo het hout in. Mm-hmm. En je ziet hier, zie je eigenlijk allemaal, heb ik dat ingelegd met blauw. Met epoxies en blauw, de aders allemaal. En voor een deel uitgefreesd. Dat zijn als het ware, dat betekent de waterstromen die er doorheen gaan. Ja. Dat is de bron. Ik breng deze even terug. Nou, ik heb net verteld dat het project gaat dus over het vierdimensionaal bewustzijn en de beleving en mensen in een energieveld plaatsen waarin ze dat ik hoop zullen gaan ervaren. En dat project bestaat, dat zijn het al, uit totaal 20 beelden. En ik kan het best laten zien hoe aan de hand van deze tekening hoe het eruit gaat zien. De eerste wat er zijn, is op de 4 gewesten, noord, zuid, oost, west, komen 4 vogels. En die 4 vogels, die gaan over de aarde heen. Die herkennen geen grenzen. Die hebben dus een soort overview van het leven wat op aarde leeft. Ja. En daarom heb ik die 4 vogels op de 4 gewesten. Dan, tussen die 4 vogels, komen steeds 3 poeven of 3 zitzakken. Dat kunnen ook poeven zijn. Dus later ga ik vertellen waarom die er zitten. Dan komt er een cirkel van 12 beelden. En die 12 beelden, die hebben allemaal een bepaalde energie, een bepaalde expressie, ook een bepaalde gevoelswaarde. En tussen elk beeld staat een kruk. Waar dus later, net als bij die poeven, mensen op kunnen gaan zitten. Dus je hebt een beeld, kruk. 12 keer. In het midden van die cirkel staan 3 beelden. Dat is een beeld wat een vuurbeeld, wat het pijn, het lijden, maar ook transformatie wil tot uitdrukking brengen. Er is een beeld wat staat voor levend water, een golf, water. En er is een bronbeeld waar je toen straks begon mij te filmen, waar ik nu mee aan het bezig ben dat te maken. Mm-hmm. Boven het bronbeeld komt een heel groot beeld in de lucht te hangen, wat het heelal symboliseert. Nou moet je voorstellen dat wat ik wil is dat 24 mensen, die komen dus in deze opstelling, vinden hun plek.
En ervaren gedurende een half uur, 35 minuten, met geluiden vanuit de natuur, allerlei soorten geluiden zoals je op de aarde voortkomen, ervaren ze verder in stilte dit gebeuren. En de betekenis daarvan voor mij is, wat ik toen straks zei, is dat ik hoop dat mensen door zo dat te ervaren gaan voelen, juist omdat ze niet, omdat ze ook voor een deel los van elkaar zitten en tegelijkertijd verbonden, dat ze gaan voelen dat alles wat daar in die ruimte aanwezig is, beelden en zelf, één deel uitmaakt van één eenheid. Mijn idee is overigens bij dit project dat het niet alleen maar hierbij blijft, maar dat er ook een documentaire komt. En dat die documentaire wordt gemaakt met 24 mensen vanuit allerlei culturen die daar plaatsnemen, van ook die verschillende leeftijden, en waarbij die documentaire een hele korte impressie geeft van het leven waar de mens vandaan komt. En vervolgens komt men tezamen in deze delencirkel. Ja. En daarna stel ik me voor dat mensen in een nieuwe ruimte komen waar vier tafels staan met zes stoelen, waar eten en drinken is, waarin die mensen dan met elkaar gewoon samen zijn. En met die documentaire wil ik kijken of deze mensen de ervaring die ze daarbij opdoen, ook daar iets over vertellen. Over. Dus dat daarmee ook, als het ware, duidelijk wordt, wat wil die cirkel ons nou, wat wil dit project ons nou eigenlijk brengen, ja. Mee verbinden. Dus naast zeg maar de mensen en de natuur samenbrengen, wil je ook mensen samenbrengen? Ja, ja. Ja. We zien eigenlijk op een hele bizarre manier hoe, en dat is natuurlijk eigenlijk altijd al aan de hand, maar nu veel heftiger in een aantal opzichten, dat we ons bewust worden hoe allerlei groepjes van elkaar afgescheiden leven, elkaar gebruiken, zeker misbruiken, uitbuiten. Dat is eigenlijk zo. Ja, zo primitief, zo onmenselijk eigenlijk. Ik heb 50 jaar in de geestelijke gezondheidszorg gewerkt en waarvan de laatste 25 jaar helemaal me gericht op het behandelen van mensen die ernstig getraumatiseerd waren. Mensen met een posttraumatische stressstoornis of met complex trauma. Ook mensen uit allerlei landen. Dus uit Afghanistan, uit Irak, uit Turkije, uit Rusland. Juist in het werken met deze mensen, met al de pijn en al het lijden, al de vreselijke dingen die mensen hadden doorgemaakt en meegemaakt, werd ik me meer en meer bewust dat we eigenlijk als mens allemaal gewoon mens zijn.
los van welk geloof, welke wereldbeschouwing of welk land, en we allemaal een eigen cultuur hebben met eigen gewoontes en eigen dingen. Maar in essentie zijn we allemaal mensen, willen we allemaal leven, willen we allemaal eten en drinken en wonen en tot ons recht komen, bestaansrecht hebben. En dat bracht mij ertoe dat ik dit wilde doen, dat ik dit project wilde doen, waarbij heel diep in de bron ligt dat ik als kind eigenlijk altijd heel graag beeldend kunstenaar wilde zijn. Dat was mijn diepste kinderwens. Door allerlei omstandigheden is dat er niet van gekomen en is dit mijn levensweg geworden om in de geestelijke gezondheidszorg en met name die laatste 25 jaar met getraumatiseerde mensen te werken. In hoeverre overstijg jij je ego? Oh, dat is een mooie vraag. Het bijzondere is, op het moment dat ik hiermee bezig ben, dus ik maak een beeld, dan is er geen enkel moment dat ik vanuit een vooropgezet tekening of een plan werk. Ik ben dus zelf intern visueel, zie ik helemaal niks, dus ik pak de wortel, ik voel dat die wortel als het ware, die houtwortel me roept. En dan ga ik gewoon in de gang. En ik laat het gewoon letterlijk ontstaan. En op een gegeven moment had ik stukken hout die duidelijk als een... Die de uitdrukking had, die leken op een vleugel. En dat bracht me ertoe om vogels te maken. En zo ontstond eigenlijk van... In het gebeuren ontstond... Het project ontstond de cirkel. Ik had al iets van 6 of 7 beelden klaar en toen op een dag werd ik wakker en toen kwam het hele, zeg maar, de hele droom tot leven. Ja. Dus het is geen product in die zin van het ego en als het niet van de grond komt, so be it, you know, het zij zo. Ik kan alleen maar dit vanuit mijn hart doen en ik hoop dat het mensen aanspreekt en dat het zijn plek vindt. En als dat niet zo is, ja, dan is dat zo. Dus in die zin voelt het niet meer voorbij dat ik daar met mijn ego zo aan vastzit. Op een dag werd ik wakker van de week en toen dacht ik, nee, ik wil tussen de vogels en tussen elk beeld ook een sokkel hebben. En op die sokkels maak ik een kussen wat ook de vorm heeft van een stuk graniet waar ook de beelden op staan, de 12 beelden. Zodat de mensen als ze erop gaan zitten, dat ze als het ware, net als de beelden, ook als het ware een soort deel worden van de opstelling. Ze worden als het ware ook een beeld. En daarmee wordt dat, die beleving van dat we allemaal één zijn, nog indrukwekkender. Al die sokkels worden antraciet grijs. Dus we krijgen 36 sokkels. Dit was ook een stuk wortel en die heb ik dus voor een deel, deze lijnen die zaten erin, maar daar heb ik dus stukken aan toegevoegd, hè, wat hier blauw is. En de kop is ook helemaal geen, dat de kop is geen hout, dit is geen hout en de poten ook niet. Dus dat is een kunststofmateriaal waarmee ik die ik dan toevoeg. En waarmee ik ook soms dingen aan elkaar hecht. En dan met kleurpigmenten het de suggestie geeft dat het ook gewoon deel uitmaakt van het hout. Nou, dit is de derde vogel die klaar is.
En dit is, ik denk dat je misschien beneden kan, dit is de dodo. En de dodo is eigenlijk voor mij de vogel die, als je hem ziet, dan is het haast een soort kinderlijke onschuld, heeft hij. Dus elke vogel heeft op een of andere manier letterlijk gewoon ontstaan, ook weer zijn eigen energie, zijn eigen expressie, zijn eigen uitstraling. En het mooie is dat het gewoon gebeurd is, in het maken. Ja. Deze, dit is bijvoorbeeld zo'n beeld. En die daar, dit zijn de beelden vanuit die behoren tot de 12 beelden die in de cirkel komen. Dus ik zeg wel eens, het samenspel met de ziel van de wortel en met de ziel kwam dit tot stand. Dit beeld is voor mij heel belangrijk, omdat dit verbonden is met mijn eigen levenservaringen, met mijn eigen leven. Met de dingen die ik gedaan heb. En dit beeld is het vuurbeeld wat staat voor trauma, pijn, lijden, maar ook voor transformatie. Dus wat je ziet als je kijkt, kun je zien dat hier zit ook een soort vleugels in, waarbij het als het ware weer opstijgt. Nou, we zijn nu 4 maanden verder en het is voor mij nu de tijd om de eerste verkenning te doen van de opstelling van het Atresco project. Niet alle beelden zijn klaar, er moeten er nog 2 gemaakt worden, maar dat zal ik straks vertellen. Dit is het eerste beeld wat ik heb gemaakt en toen ik dat klaar had, toen werd ik op de nacht, 2 nachten daarna werd ik wakker en toen was de naam die ik moest geven metamorfose. En een paar maanden later kwam dus dit hele project in mijn beleving dat ik dat wilde gaan doen, het Atresco project. En feitelijk is metamorfose waar het hier om gaat. Metamorfose naar een andere bewustzijn. In Wikipedia zegt een metamorfose is een verandering van vorm, van structuur, karakter, verschijning of omstandigheid in een ontwikkeling. En daar hebben we het. Nou, en dan lopen we dus door de metamorfose, lopen we dus het project in, als het ware. En dit is dus de opstelling die nu als een soort eerste verkenning is. Tussen de 12 beelden staan nog geen krukken, omdat deze ruimte daarvoor te klein is. Overigens, ik had gezegd 100 vierkante meter, maar ik weet dus nu dat het zelfs, dat ik meer ruimte, dat ik zo'n 150, 160 vierkante meter nodig heb, omdat het staat nu feitelijk te dicht op elkaar. Er zijn 2 beelden niet. Er is 1 vogel nog niet klaar. Dat wordt een vogel die ik ga maken en die gaat door een soort glas heen vliegen, een soort bewustzijnsbreuk. En het heelalbeeld moet er nog boven komen te zweven. Maar voor het overige zijn alle beelden klaar. Alleen nog bij het golfbeeld wil ik nog een klein beetje meer waterelement op de grond aan gaan brengen. Nou, we lopen dan nu even terug, we lopen toch even door. Hier is dus het bronbeeld. Ik heb de lichtvorm er even nog niet ingelegd. En dan is dit dus het pijnbeeld. Het pijnbeeld wat er staat voor trauma, lijden, pijn en transformatie. En dan loop ik hier langs zo. En dan zien we hier het golfbeeld. Want al wat we hier op aarde hebben, dat hebben we te danken aan het feit dat we water hebben.
Dus dit is het levendbrengend water. En dan laat ik jou gewoon de ronde maken, maar dan krijg je dus de cirkel van 12 delen. Maar bij elk beeld zijn eigen persoonlijkheid, zijn eigen karakter, zijn eigen uitstraling, zijn eigen gevoel kan op. In al zijn diversiteit. En dan, als we rond zijn, dan hebben we dus aan de buitenkant, aan de gewesten, noordoost, zuidwest, hebben we de vogels. De condor, de wijze vogel van de Inca's en het Quechua volk in Peru, die ik daar ook heb gezien, overigens. De dodo, onze dodo die niet meer op onze aarde is, maar die voor mij ook de kinderlijke onschuld, maar ook vertegenwoordigt. En dan daar hebben we dan de zeearenden, de eerste. En de vierde vogel, die zou het dus nog moeten maken. Wat ik hoop is dat er iemand komt die zegt, ik wil een ruimte ter beschikking stellen, of mogelijk voor een periode. En dan deze opstelling maken, dus die dan helemaal klaar is uiteraard, met wat groter. Dat is mijn droom. En ik kan me voorstellen dat is, de droom gaat toch verder. Dat als het nou een plek zou vinden in een of ander een plaats waar mensen bezig zijn met dat vierdimensionaal bewustzijn. Want er zijn op heel veel plekken in de wereld zijn mensen eigenlijk hiermee bezig. In het besef dat we echt een evolutionaire stap moeten maken. En aan de andere kant zien we dat het steeds meer een soort Pavloviaanse wereld wordt, waar mensen heel erg vanuit allerlei prikkels van sociale media reageren. En moeten reageren en waardoor steeds meer afscheidingen en separatie en uitsluiting en ontstaat, mm-hmm. dat we juist dat gaan ontstijgen. Ja. En wat ik hoop ook is dat er een school komt, dat er een school zou zijn daarbij, waar kinderen ook. Waar mensen bezig zijn met de ontwikkeling van een onderwijs wat juist meer dat cirkelvormig bewustzijn centraal stellen. En pas daarna, of dat als het ware de basis is, naast al die lineair gerichte onderwijs, wat heel sterk dualistisch is, wat heel sterk is gericht op juist onderscheid maken dus die twee, elementen bij elkaar brengen, en dan moeten we bij de kinderen beginnen. Ja. Dus mijn droom is dat het op een of andere manier dit project daar binnen een plek vindt.